Gaat die bus? Hey! Hey! We gaan eraf. 1, 2. Het is vandaag vrijdag. Volgende week nog 1 week naar school. En dan moet ik afscheid nemen van mijn klas hier. Want dan gaan ze naar de middelbare school. Maar vandaag is wel een bijzondere dag, want we hebben de generale repetitie voor de musical. En wij doen expeditie Beach Club. En vandaag hebben we de generale repetitie voor groep 7. Dus iedereen is een beetje gespannen. Meester! Nee, niemand gespannen? Nee, eigenlijk is heel gespannen. Kijk, en dat daar, die moker. Die is voor mij. En zij is. Hé, maar we gaan even naar het schilderij kijken, want dat is ook een mooi schilderij gemaakt. Kijk. Dit heeft een belangrijke rol in een musical, maar dit schilderij ook. Nou jongens, dan gaan we snel naar de zaal en dan gaan we oefenen. Heel veel plezier met de afscheidsmusical. En we hebben een geweldig enthousiast publiek. Hoor maar! Hey! Ik zei, hoor maar! Hey! En je liedje wordt prachtig. Toi, toi, toi. Je kan het, je kan het! Als Benjamin maar stil blijft. Hey, nou voordat jullie verder kijken wil ik nog even iets zeggen over onze challenge. Want ik heb een challenge bedacht. Bij 10.000 abonnees mogen Meis en Nim een hele dag bepalen wat wij gaan doen. En Eva en ik moeten overal ja op zeggen. Maar dat gaan we pas doen, hè, bij 10.000 abonnees. Dus meiden, wat moet iedereen doen? Abonneren. Abonneren, Nim. Zeg maar doen. Doen. Nou moet je toch wel op de abonneeknop drukken. Thanks. Oogjes. Mama! Nou jongens. Mama, zoutjes en zoutjes. Hoe okay. Ik lig hier na een drukke week. Music oefenen, dus ik heb wel even een lekkere ontspanning nodig. Nou kom maar meiden. Okay. Wat krijg ik op me? Een masker van broccoli. Ja. Ja, dat is een broccoli. Ja, broccoli. Dus dit is het? Ja, dit is broccoli. Moet het niet een beetje aangedrukt worden? Ja. Je moet niet over je oog. Denk een beetje. Joh. Het is heel vies. Oeh, wat is dit in mijn mond? Ik zie je met een minuut jonger worden. Jij hebt het hier zachter. Nee, in het ja. Maar dit is vies. Meiden, hoe zien jullie eruit? Hey. Oh, en nou papa. Oh, in mijn volgende video straks, dan zie ik er echt in één keer 10 jaar jonger uit, toch? Denk je dat niet? Ja! Geen rimpels meer. Ik was toen min 1. Ik heb wel vies dat in mijn mond zit. Oh, op je tanden! En maar dit vinden dus vrouwen altijd lekker en ontspannen. Nou, oké. Het zit op je tanden! Ja, het zit op mijn tanden. Wanneer moet dit eruit? Nou, jullie zien straks het eindresultaat. Mama! Wat gaan we nog af? Mama, papa. Oh, zo doe je lekker, ogen nog. Lekker ontspannen dit, joh. Heerlijk ontspannen maskertje. Nee. Nou, haal hem maar eraf. 1, 2. Oh, jongens, hé. Hey. Hey, even kijken hoor. Oeh. En? Zie ik wat jonger uit? Oh, je hebt zoals 20 jaar geleden toen ik je heb ontmoet. Nou, ik ben wel benieuwd hoe oud jullie mij nu schatten hoor. Hey. Laat me even weten in de comments. Nou, ik krijg heel vaak de vraag dat jullie iets meer van Eva te horen willen weten. Eva, mijn vrouw. En Eva houdt niet zo van social media, maar ik heb het speciaal voor deze vlog zo ver weten te krijgen dat ze 2 vragen gaat beantwoorden. En wie weet in de toekomst wel meer. Nou, de vraag die ik het aller vaakst krijg is, wat vindt Eva eigenlijk van dat jij zoveel op social media doet? Gewoon, wat vindt ze van het hele Meester Jesper gebeuren? Dus, Eve. Heel eerlijk. Wat vind jij ervan dat ik zoveel op social media ben?
Ik vind het voor jou ontzettend leuk. En je doet het supergoed. Maar ik ben zelf iets minder van de social media. Ik vind het wel spannend dat iedereen alles van ons ziet en weet. Ja, maar je vindt het wel leuk dat wij samen die filmpjes en zo opnemen. Ik vind het ook wel grappig. Stiekem is het wel heel erg leuk. En ook wel weer grappig. We hebben wel heel veel lol. Maar niet helemaal jouw ding. Niet helemaal mijn ding. Oké, dat is duidelijk. Doen we nog één vraag even. We hebben er wel tientallen gekregen in al de reacties. Ja. Maar nog één. Ja. De andere vraag die we heel vaak krijgen. Nee, ik doe niet de erger. Okay. De andere vraag die we heel vaak krijgen is, wat voor werk jij doet? Ik werk op een middelbare school. Dus ik geef les. Maar gewoon in de middelbare school? Nee, ik werk op het middelbaar speciaal onderwijs in de tweede klas. Maar kun jij geen TikTok-account nemen dan? Nou, dat gaat me net te ver. Dat niet? Oké. Okay. Nee. Zal ik dan een keer met zijn TikTok op komen nemen? Ik denk dat sommige leerlingen dat wel leuk vinden, of niet? Oké, nou eindelijk twee vragen met Eva. Als jullie nou meer vragen hebben, stel ze vooral. Want ik kan even altijd zo ver krijgen om er een paar te laten beantwoorden. Ik heb gisteren dus een maskertje gehad van de meiden hier. En vanochtend wakker geworden. Moet je kijken. Wow, alle rimpels weg, helemaal stralend. Toch? Vinden jullie dat ook? Maar je raakt al 70. Ja. Nee, ik denk 70. Nou, zat ik in. Ik ben het weekend weer lekker gestart, dus dankjewel hoor. Nou, lekker verder ontbijten. Eet smakelijk. Nou, het is inmiddels alweer zaterdag en ik ben net de hele tijd bezig geweest met het maken van een afscheidsvideo voor mijn leerlingen. Nog maar één week in de school en hebben we vakantie. En nu ben ik aan het wachten, want we hebben een afscheidsfeest. We hebben de ouders georganiseerd, een Hawaii-feestje. En ik word straks opgehaald hiervoor thuis door iets. Ik weet nog niet door wat. Door alle kinderen. Dus dat gaan we straks zien. Ik ben heel erg benieuwd. Dus ik blijf me even wachten. Nou, daar sta ik dan al. Met mijn Hawaii-krantje. En ik hoor in de verte al muziek. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat het gaat worden. Het lijkt wel op een partybus of zo. Nou, ze komen er in ieder geval aan. Ja, daar komen ze aan. En wat is het? Dit is mooi. De partybus. Hey. Partybus. Hey. We zitten dus in een huiftar. Oké, nou het is nu zondagochtend. Gisteren een hartstikke leuk afscheidsfeestje gehad van groep 8, hebben jullie gezien. Dat was leuk. En nu weer op weg naar school. Allemaal een beetje recht, maar kijk, zo zie je wel elkaar. Nu zijn we weer op weg naar school en Meis gaat met mij mee. Want we gaan het decor van de musical opbouwen. Aankomende week nog één week naar school. En dinsdag hebben we de afscheidsmusical. Dus dat gaan we nou doen. En Meis, jij gaat helpen, hè? Ja. Maar ja, Meis, nu je toch bij mij in de auto zit. We hadden toch een challenge bedacht? Een challenge, ja. Bij 10.000 abonnees dan? Mocht er niet meer in 81 water. Ja. Maar het is nog steeds niet gelukt, hè? Dus mensen, druk nou op die abonneerknop. Want dan gaan jullie een hartstikke leuke video zien. Want dan mogen Nimmermeisjes de hele dag bepalen wat ze gaan doen. En Eva en ik, wij moeten op alles, maar echt op alles ja zeggen. Dus, abonneer even. Oké, nou kijk. We hebben inmiddels de vuurtoren al staan. Mooie achterwand, de beachclub. En hier, de ijskookkar van Roberto Prima. Daar komen de hulptroepen aan. Meisjes ook even meehelpen. Kijk mooi. Licht, hier is al het geluid. Dus volgens mij is iedereen helemaal klaar voor vanmorgen. Gaat het goed komen jongens? Of nog een beetje twijfel? Maar nu is het wel leuk. Ja hè? En gaan we een beetje dansen.
Ik doe wel met het einde zo. Nou, de making of. Ben je benieuwd naar het eindresultaat? Ga dan naar mijn TikTok kanaal, Meester Jesper. En laat me weten wat je van de TikTok vond. En natuurlijk ook deze week weer een uitlegvideo. En voor deze keer heb ik een heel fijn ezelsbruggetje. Zodat je altijd weet hoeveel dagen een maand heeft. Want soms is het 30 en soms is het 31. Dus kijk goed mee. Dit. De eerste maand, januari. En zo'n knop komt naar boven, dus dat zijn 31 dagen. Februari, geen 31, is een kuiltje. Maart, knokkel, dat zijn er weer 31. April, 30. Mei, 31. Juni, 30. Let op, juli, knokkeltje, 31. En dan, daarna, weer een knokkel. Dus augustus ook 31. Zie je dat? September, 30. Oktober, 31. November, 30. En december, een knokkeltje, 31. Dus op deze manier weet je altijd hoeveel dagen een maand heeft. Nou, ik vind het hartstikke leuk om deze uitlegvideo's aan jullie te geven. Maar ik hoor graag van jullie waar jullie de volgende keer uitleg bij willen hebben. Dus laat het weten in de comments en wie weet behandel ik volgende keer jouw vraag. Ik hoop dat jullie het weer een leuke vlog vonden. Denk nog even aan een challenge, hè. Bij 10.000 abonnees mogen Nim en Meis de hele dag bepalen wat wij gaan doen. Dus druk even op die abonneerknop, duimpje omhoog en tot de volgende keer.